Nou, ik ben Iris en ik heb een regenboog kieswijzer gemaakt. Het zijn een paar slides die eigenlijk heel overzichtelijk laten zien hoe elke partij erover denkt. Ik ben zelf panseksueel, dus dat betekent dat ik eigenlijk op ja, alles kan vallen. Eigenlijk gewoon man, vrouw en alles ertussenin. Er is toch nog steeds wel een soort haat rondom de community. Bijvoorbeeld partijen zoals SGP die nog steeds bepaalde opmerkingen maken over de community, wat eigenlijk natuurlijk helemaal niet meer van deze tijd is. Ja. Ik heb eerst programma's doorgelezen en daar elk woord wat er ook dan mee te maken heeft, heb ik in een document gezet. Zo willen sommige partijen dat er bijvoorbeeld op scholen les wordt gegeven over LHBTIQ+. Sommige partijen die willen dat wachtlijsten voor transpersonen bijvoorbeeld korter worden. Eigenlijk allemaal dat soort dingen. Ja. Ja. Sommige mensen zullen helaas harder moeten knokken. Dus eigenlijk geven ze dan toe dat er een verschil is tussen bepaalde groeperingen dan eigenlijk. Ja, het is eigenlijk gewoon een soort van goed praten daarvan dan. Hoe ze het neerzetten.